Het is dus 22 maart en die grote die daar al ligt, onze grote meid Elwing, is vandaag maar liefst 7 jaar geworden. Ja. Ja. Zeker te weten, hè. Ja. Lang zal Elwing leven, hè. Ja. Ja. Elwing is jarig. Dus Elwing krijgt eerst. Ga zitten. Hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag. Nog vele jaren erbij. Oh, en jij gefeliciteerd met je zusje. Goedemiddag lieve vrienden en welkom weer bij een gloedje nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is bijna 3:30 en het is vrijdag, de hoeveelste leven, ja natuurlijk, ik ben gek, 22 maart, en er zit een haar aan mijn hand, maar ja, ik ken de pret niet boeien. En het is dus 22 maart en die grote die daar al ligt, onze grote meid Elwing, is vandaag maar liefst 7 jaar geworden. Ja. Ja. Zeker te weten, hè. Ja. Lang zal Elwing leven, hè. Ja. Zo'n grote meid. Hè? Vannacht hebben we je vrouwtje al geappt en wat moois gestuurd van jou, waar jij geboren bent. Ja. Ja, dat is je toch allemaal niks, hè. Nu. Nee. Wat voor weet heb je ervan, hè? Maar toch, als ze komt, dan weet je het nog wel weer, hè? Ja, dan ruik je het toch wel weer. Hè? Ja. Hè, grote meid? Ja, echt. Hè? Je zus is jarige meisje. Ja. Oh, die is ook zo lief, hè? Allebei zo lief, hè? Allebei zo lief, hè? Ja. Dus, maar in ieder geval, lieve vrienden, wij gaan ook nog aan de wandel even met ze. En ik heb de computer nog uit, omdat ik ook nog eventjes voor mezelf de stad in moet. Ja, daarnet wist ik het nog. Make-up doekjes, maar dan de goede. Ik heb gezichtsdoekjes om je gezicht te reinigen, maar dat zijn geen make-up doekjes. Ik krijg het er amper af. En dat vind ik vervelend. Dus ja, dan moet ik toch een andere oplossing voor zien te vinden. Maar ja, hoe, wat, waar. Maar dat komt wel goed. Ja, laten we het hopen. Ja, Big Bazaar gaat de goeie. En dat zat in de roze verpakking. En dan heb ik ook wel roze verpakking. Maar ander merk, denk ik. Ik weet het niet. Het wilde bijna niet af. En dus, en ik wil toch wel dat het er makkelijk eraf gaat. Ja. Maar in ieder geval, wij gaan er even vandoor met de meisjes en daarna pak ik even de booster en dan gaan we daarmee vandoor. Ja, ik heb mijn spinnetje zien. Helemaal weer leuk. He? En mijn nieuwe trui, maar wel een lange broek, want het is maar 9 graden. Dus ja, geen rokken weer. Ja, dan moet je een legging eronder. Nou, had ik gisteren ook al. Dus, hoeft niet iedere dag een rok aan. En nee. En ook niet iedere dag een broek, het kan ook een lange jurk wezen of een korte jurk met een legging of weet ik veel wat. Ja. Hé, grote meisje. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van alles en geniet een beetje met ons mee. Tot later. Zo, lieve vrienden, ja, ik ben weer terug uit de stad vandaan. Ik heb de meisjes al lang al uitgelaten, want anders had ik niet de stad in gegaan. Hè. Ik heb al een bak koffie voor me. Ik heb een tas boodschappen hier ook. Ja, ik eet straks lekker een pizza vanavond. Dat is in de aanbieding 1,99 zo'n kanjer. Ja, daar ben ik helemaal weer blij mee, hè, vanzelf zo'n grote. Ja, echt. Oh, en ook lekker. Met een plakje kaas.
Maar ik ga het ook met vleeswaren proberen. Wat op normaal brood kan, dat kan, dacht ik ook hierop. Ja, en dan is me net, wat is er goedkoper, kaas of vleeswaren? Ja, dat is even uitzoeken. Want dit is 1,99 zo, ja, 8 broodjes. Ja, dus dat valt me mee. Ik heb wat moois gekocht. Voor mezelf. Dat pak ik straks uit. Ik heb iets lekkers gekocht. Voor bij de koffie. Nou, morgen krijg ik weer visite. Van diezelfde mensen die gisteravond waren. Nou, niet visite, maar de gast. Ja, die blijven ook eten. Nou, we eten gewoon weer. Wat, zoals normaal, als ik een eten krijg, patat. Wel zo makkelijk. Maar dit ook, is ook lekker. Nou, leg ik daar even neer. Ruim ik straks alweer op. Ja, en ik heb barstende hoofdpijn. Ik had gehoopt dat het verder zou gaan zakken. In mijn plaats van dat komt het verder omhoog. En ik heb nog een soepie meegenomen. Dus ik kan trouwens nog kiezen wat ik ga eten. Maar ik denk die pizza. Dan heb ik die soep van de week weer. Voor de meisjes. En ik heb jeuk aan mijn oor. Voor de meisjes, snoepjes voor onderweg weg. Blijf leggen. En omdat er eentje jarig is in huis, onze Elwin, heb ik kouflappen. Of dan, ja, dat zijn eigenlijk oren van een of ander rund. Ja. Dus dat krijgen ze zometeen. Dat laat ik jullie uiteraard ook zien. Meegenieten. Nou, ik zei toch dat ik zoveel problemen heb met die oog, met mijn make-up te verwijderen. Ik heb nou wat anders meegekregen. Dat ruikt nog lekker ook. En er zit nog zelfs plastic overheen ook. Het is een pot. En kost 2 euro. Dus het is iets duurder dan die doekjes. En remover pads, oogmake-up. Dat is echt voor de make-up te verwijderen. En dan heb je 2 soorten. Met een, ja, weet ik veel. Met een lotion. Gaat die even niet? Je mag dan wel jarig zijn, maar dat was een dikke grote boerij. Joe. Dit is dus oogmake-up remover pads met lotion. Maar dan heeft ze ook nog eentje met, dat is gebaseerd op olie. Maar ze zegt, die olie, dat wil wel eens je ogen inlopen. En dat doet zeer natuurlijk, hè. Ja, en dat is hier niet mee. Dus dat gaan we vanavond proberen. En dan laat ik jullie dat natuurlijk ook weten. Want ja, jullie weten, ik neem geen camera mee naar boven dan enkel mijn mobiel. En het is dan toch ook donker. En ja, ik heb wel licht aan in de douche, maar... Dat vind ik echt weer privé. Dat er mensen zijn die dat allemaal laten zien, nee. Ik vind een douche, in een douche staan, wat je ook doet, is privé. Ja, en ik sta er ook wel eens, nou ja, je weet wel, in Eva's kostuum. Ja, even jeuken. Nou, dan heb ik, dat hebben we ook allemaal nodig. Ja. Van zijn papier en dat gaat daar weer bovenop. Maar dat kan ik nou nog niet bij, maar dat kan ik zo wel bij. Ja, dan houden we eerst hoppata en hoppata en zo. Voilà. Nou ja, is de tas weer leeg? Zo. Hé, joh. Zo, en dan gaan we naar de meisjes toe. Voor dat schaar heb ik daar ook. Dus dat hoef ik mee te nemen. Dan gaan we naar de meisjes toe. Oh, Rijka ligt daar ook. Dus helemaal goed. Ik heb hier wat lekkers voor jullie. Hoe vinden jullie dat? Dat ik wat lekkers heb voor jullie. Schaar erbij. Huppata.
Dan zal ik jullie eerst even op tafel zetten en even je zodanig neerzetten dat we de meisjes erop hebben. Dat openknippen, want er zit geen. Oh ja, wacht, het is allemaal. Ja, moet je even goed nog opengeknipt worden, geloof ik. Ja, dat wil niet. Nou, trek bij de geusje, maar dat wil niet eens. Dus ja, nou, ik knip het gewoon los. Klaar. Hij heeft toch niet bewaard te breken, want ze krijgen allebei één. En dat trek ik wel niet eens. Dan trek ik, want dat wil wel. Ja, ga maar terug, kind. Nee, jij ook terug. En eerst krijgt Elwing dit keer, want die is jarig. Ja, Elwing is jarig. Dus Elwing krijgt eerst. Ga zitten. Hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag en nog vele jaren erbij. Oh, en jij gefeliciteerd met je zusje. Heerlijk! Geweldig! Nou, dan zit die gelijk in de mond. Tenminste, ja, ze zit zo toch erg op, laat me zeggen. Lekker meisje! Oh, het is je gegund hoor. En jou ook. Ja, het is jou ook gegund. Hé? Rijka. Ja. Nou, dan gaan we dat weggooien. En die opruimen. En jullie ook even weer omdraaien. Zo, dan ga ik dat eerst even weggooien. En dan ga ik dat andere uitpakken. Maar ik moet daar ook nog een stekker bij zien te vinden. Ja, want er moet een stekker bij komen. En die hebben ze daar niet. Nee, en dat is logisch, want dat is niet zo'n winkel. Ik ga eerst een stekker zoeken. Een stekker. Ja. Speciale stekker. Ja. Dan hoop ik dat die er wel is. Oh, ik heb hier een stekker. Wat valt er nou? Er valt wat en ik zie... Oh, dan... Oh, ja. Nou, ga daar maar even op leggen dan. Zo'n stekker. Maar nou, ja, moet erin kunnen. Hoppata. En nou staan jullie weer naar voren. Dan moet ik weer goed doen. Zo, ja, zo'n stekker heb ik dus nodig. Ga jij ook even normaal doen. Het is breekbaar. Wat zou het zijn, hè? Het is breekbaar, zeg ik. En ik vind het mooi. Ja, wie ben ik? Ja, wat zou dat wezen? Wat zou het zijn? Ja, wat heb ik nou in mijn hand, hè? Wat heb ik nou in mijn hand? Nou, een blokje hout met een hele mooie steen erop. Met een snoer eraan. Hij moet even uitrollen, die snoer. Zo. Ja, zo moet hij. Ja. Ik zet hem eventjes daar neer. En dan moet hij het gaan doen. Kijk! Dat bedoel ik. En dan bij mijn mannetje op het kastje. Ja. Dacht ik. Maar hij is rustgevend. Ik kan hem ook op mijn bureau zetten. En dan moet ik wel even... Ja, nou, komt goed.
Wat gaan we beleven? Ik vind dat mooi. Ja, het is zoutsteen, weet ik veel. Ze had ook nog deurdere en zat er in het snoer zat ook een schakelaartje. Maar die was ook groter. En dat was zonder USB, dat was gewoon normaal netwerk. Nou, mooi toch? Ik vind ze mooi. Ik zal hem weer even uitdoen, dan kan hij ook uitzien. Nou blijft hij nog gloeien. Kijk, nou is hij uit. Hij is mooi hoor. Hij is ook ruwig, hè? Hij is zo mooi. Ik heb altijd al zoiets willen hebben, maar ja. Normaal, hè? Dan koop je zulke eigenlijk niet voor jezelf, maar je laat het door iemand kopen. Maar ik denk, ja, ik ben alleen, dus lekker belangrijk. Maar dat is het dus, lieve vrienden. Ja, dus we gaan de boel weer opruimen en we gaan door met die bananen en mijn koffie drinken en eerst die opeten. En dan ga ik eerst de pc aanzien te krijgen, want die staat nog steeds uit. Nou, ik zou zeggen, geniet verder van jullie dingen. Smakelijk eten, bon appetit en tot later. Zo, lieve vrienden, ja, daar zijn we weer. Ja, om van deze dag afscheid te gaan nemen, samen met jullie. Ik vroeg net aan Google hoeveel graden dat is. Zij geeft aan 7 graden. Mijn telefoon die zegt 8 graden, maar voelt aan als 4 graden. Ik zal me dus maar wel warm aankleden, want ik weet het allemaal niet meer. Nee. Het staat er duidelijk, hè? Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Denk het wel. Dus ja, bizar. Zij zegt 7. Dat zegt 8. Maar ja, en dan gevoelde temperatuur 4. Ja, hoe dan? Maar ik ga dus eventjes met de meisjes lopen. Daarna maak ik mijn spel nog af voor vandaag. En dan gaan we heel snel naar boven toe lopen. Wat doen we daar? Mag dat? Nee dus. Dus ja, dat dus. En de verjaardag van Elwin is weer voorbij. We gaan weer gewoon vrolijk verder. Ja. En dat was vandaag voor mij weer een drukke dag. Want ja, ik krijg dus gasten, zogezegd. En ja, dat is voor mij weer eventjes wennen. Want ja, wanneer krijg ik gasten? Ja, oké, Mario, maar dat is inboedel. Ja. Dus, maar oké, lieve vrienden, ik zou jullie wel terug te willen wensen met een hele mooie, gezonde nachtrust, met mooie dromen, ja, waar je heerlijk van kan genieten. En ja, jullie weten dat, hè. God, die houdt over ons allemaal de wacht. Daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!